We kijken naar de loonkosten per product. En voordat we dat gaan doen, is het wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Loonkosten zijn vaak het duurste, onderdeel van de productiekosten. En bedrijven zullen er vaak alles aan doen om die loonkosten zo laag mogelijk te houden. Nou, wat zouden bedrijven kunnen doen om de loonkosten per product laag te houden? Bijvoorbeeld meer machines. Vervolgens zal de arbeidsproductiviteit stijgen en dan wordt het produceren wordt goedkoper. En dat is het uiteindelijke doel van veel bedrijven. Verder kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun productie verplaatsen naar lage lonenlanden. Als bedrijven hun productie naar lage lonenlanden verplaatsen, dan doen ze dat vooral om de loonkosten per product natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Nou, als je weet wat de totale productie is, totale productiekosten, worden grotendeels door loonkosten bepaald. En dat sluit een beetje aan waar ik dit filmpje mee begon. Loonkosten zijn altijd het duurste onderdeel van de productiekosten. Dus dat is voor ondernemers heel erg belangrijk. Nou, als arbeid of als het product arbeidsintensief is, dan heb je veel loonkosten. Want het produceren van het product vraagt veel arbeid. Nou, wat willen bedrijven liever? Die willen liever dat iets kapitaalintensief wordt. En dan heb je veel gebruik van machines. En de loonkosten, die worden dan automatisch lager. Dus door het gebruik te maken van machines zullen de loonkosten per product of per product, of in ieder geval de totale loonkosten, zullen waarschijnlijk lager worden. Nou, wat heel belangrijk is in dit verhaal, is de arbeidsproductiviteit. Want hoe hoger de arbeidsproductiviteit, hoe lager de loonkosten per product zullen worden. En je zou ook kunnen zeggen, als een arbeider in dezelfde tijd meer producten gaat maken, dan worden zijn totale loonkosten over meer producten verdeeld en dan worden de loonkosten per product dus lager. Nou, loonkosten zijn vaak het duurste onderdeel van het productieproces en bedrijven willen natuurlijk een zo laag mogelijke loonkosten per product. Dat doen ze door meer machines te gebruiken. Daardoor zal de arbeidsproductiviteit
toenemen en zal het produceren goedkoper worden. Landen kunnen ook hun productie verplaatsen naar lage lonenlanden, naar Polen of naar China. En ja, dan zullen de loonkosten per product ook lager worden. Nou, de totale productiekosten worden dus vaak grotendeels bepaald door de loonkosten. Nou, als het productieproces arbeidsintensief is, dan wordt er relatief veel arbeid gebruikt en kost het productieproces dus ook heel veel loonkosten. Als een productieproces kapitaalintensief is, dan worden er veel machines gebruikt en dan zullen de loonkosten per product dus lager worden. Verder nog, de arbeidsproductiviteit, hoe hoger die is, hoe lager de loonkosten per product. Want alle loonkosten worden dan over meer producten verdeeld. En dus zullen de loonkosten per product dan lager worden.